De salarissen van de bestuurders van de ABN AMRO zijn verhoogd. 6 van de 7 bestuurders gaan van 600.000 naar 700.000 euro per jaar. Is dat wel uit te leggen nu Nederland net uit een crisis komt? Terwijl ABN AMRO nog altijd een staatsbank is en terwijl 99% van het personeel op een nullijn is gezet. Of is het gewoon weer van die schaamteloze zelfverrijking die we nog zo goed kennen van voor de crisis? Ain't no use to you ringing my line, stop wasting my time. If it ain't about the money, nah, I can even hear what you say. I ain't finna do shit. If it ain't about the money. In contract stond dat ze on target 9 ton konden verdienen. Ja. En dat zeg maar naar 6 ton teruggevallen was, dat is 3 ton minder. Mm-hmm. En vervolgens zeg maar biedt de wet de mogelijkheid om dat verlies. Dat je dat enigszins kunt compenseren. Nou, dat is wat er gebeurd is. Het gaat er niet om wat ze hadden kunnen krijgen. Het gaat erom wat ze moeten krijgen. En als je ziet een bank waarbij het personeel al jarenlang op de nullijn zit. Waar de komende tijd 1000 man eruit vliegt. Een bank die in bezit is van de overheid. Ik bedoel, die mensen zijn in principe ambtenaren. Ja, sorry, dan past een ton loonsverhoging is echt totaal idioot. Het morele appel wat gedaan wordt, dat is heel. Dat begrijpt iedereen ook wel. Maar je kunt dat toch niet loszien van wat je eerder met elkaar hebt afgesproken. Nee, ja, natuurlijk kan het wel. Het kan niet zo zijn dat je afspraken maakt met mensen en vervolgens die helemaal niet nakomt. Nee, ik snap dat het niet eenzijdig kan vanuit de bank, maar je kan toch in overleg gaan. Dat is moreel ook niet aanvaardbaar. Nee, dat snap ik meneer. Maar je kan toch zeggen in overleg dan. Ik snap dat je dat eenzijdig niet kan opzeggen, want je zit aan dat contract vast. Maar je kan toch met het bestuur en met de commissaris in overleg zeggen van we doen het gewoon niet. Dat kan toch? Het is toch niet onmogelijk om op 6 ton te blijven? Er is ook 2 jaar van afgezien. Ja. Door de raad van bestuur. Ja, en wat er nu gebeurd is, is dat de bazen van de raad van bestuur gezegd hebben van nou, dit vinden we niet langer acceptabel. Dat jullie de afspraken die we met jullie hebben gemaakt niet nakomen. We willen dat jullie het over. Dat is met ingang van 2014 gebeurd. We willen dat jullie de afspraken nu wel nakomen. De commissarissen hebben in feite tegen de bestuurder gezegd van we willen dat jullie die loonsverhoging aannemen. Ja. Zij zeggen dus van ja, het staat in het contract, zo waren de afspraken. Ja, dan verander je die afspraak. Ik bedoel, je bent aandeelhouder, de overheid is aandeelhouder, dan ga je maar op andere afspraken zitten. 99% van eigenlijk de medewerkers, 18.000 nog wat FTE, die zijn in 2014 op een nullijn gezet. Hoe legt u aan hen uit dat de top wel zoveel erbij krijgt en zij niks? Door eerlijk uit te leggen wat er aan de hand is. En is daar dan begrip voor? Sommige mensen vinden dat moeilijk, maar over het algemeen is daar ook wel begrip voor. Wat vinden jullie ervan dat de top er een tonnetje bij krijgt? Geen commentaar, dankjewel. Wat vindt u ervan dat de bestuurders er een tonnetje bij krijgen? Sorry, geen commentaar. Ook geen tijd. Korte meneer, vraag meneer. Nee. Ook niet? Nee. Wat is dat toch? Ja. Wat vindt u ervan dat de top er een tonnetje bij krijgt? Nee, geen commentaar. Ik heb nog niet eens een vraag gesteld. Geen commentaar. Tonnetje erbij, nou niet voor mij hoor. Ja, nee, wat vind je ervan? Dat bestuurders wel? Geen commentaar. Waar ik net wat probeer erover te zeggen, dat je als grote bank in Nederland ook enigszins, hè, we zitten er al ver onder, maar enigszins marktconform moet betalen. Ja, maar er zijn dus dan bestuurders die zeggen van nou, voor 6 ton kom ik niet en voor 7 ton wel, dat is dan de overweging. Dat weet ik niet. Ja, want daar gaat het dan toch om. Het moet van 6 naar 7, want anders dan lopen we uit de pas. En als we uit de pas lopen, dan vinden we niet de goede mensen voor onze top 100, zeg maar. Dat zou een overweging kunnen zijn. Ja. Is dat echt zo? Zijn er echt mensen die dat dan zeggen van nou, ik wil wel in het bestuur van ABN voor 6 ton niet, maar voor 7 ton wel? Dat weet ik niet. Ja, dat is dan natuurlijk wel nuttig om te weten als je zegt van we willen marktconform zijn. Ja, waarom dan? Ik denk dat het verstandig is als bedrijven marktconform betalen. Ik denk dat daar niets mis mee is. Het is het achterlijke idee dat als je mensen maar genoeg geld geeft, dat ze dan vanzelf beter werk gaan doen. Ik bedoel, we hebben het in 2007, 2008 gezien. Alle banken die lagen ongeveer op een gat en moesten met belastinggeld overeind gehouden worden. En dat waren allemaal bankiers die ook tonnen tot aan 1 miljoen per jaar verdienden. Ja, ik bedoel, het is blijkbaar geen garantie voor kwaliteit. Het is toch gewoon een keuze om te verhogen? Het is een keuze om te verhogen. En die keuze is heel zorgvuldig. En met instemming van aandeelhouders
en politiek gemaakt. Ja, dat is een nieuwe afspraak die gemaakt is en dat is het. Afspraak is afspraak. Nou, dat geldt tot God voor die vorige twee jaar dan ook weer niet. En weet je, het is dat achterlijke gedrag waarbij je denkt, omdat het kan, omdat er ergens een maas in de regels zit, dan moet je het ook maar doen. Ik bedoel, denk zelf even na. Denk even na over die mensen die achter de balie zitten bij ABN, die elke avond niet weten of ze morgen nog wel een baan hebben. Ik bedoel, denk daar dan desnoods over na. Ik bedoel, ook als het kan, doe het gewoon niet.